10 jaar Q. Thanks to you. Q Music bestaat 10 jaar. En al jarenlang doen we het Q College. Het interne opleidingstraject van Q Music. Zelf heb ik daar 3 jaar geleden aan meegedaan. De persoon die zichzelf, collega van Gijs Staverman, Jeroen van Inkel en Mattie en Wietse mag noemen. En Joep Roelofsen. En Eva Koreman. Is Marieke Elsinga. Yes! Jemig. En vorig jaar was Chantal Hutte een finalist. En Chantal die maakt nu radio bij Unity FM. Dat is de regionale radio van Leiden en omgeving. Hallo? Hallo. Ja, daar ben je. Wat leuk om je te zien. Ja, heel leuk. Hoe is het met je? Goed. Gaat hartstikke goed. Hier? Tof. Ja, is groot hè? Ik wil de studio al zien. Kan dat? Ja. Waar zit hij? Want het is een hele mooie redactie. Maar hij zit gewoon recht achter je. Chantal. Ik kom hoor. Je hebt het hier goed voor elkaar in de studio. Ja, goede manier om het te leren hoor. Hoe zijn de boksen? Goed, zeker. Even testen? Nou, laten we doen. Hey Chantal, jij hebt meegedaan aan Q College vorig jaar. Klopt, ja. Hoe was dat? Het was echt heel vet. Ja, je moet je voorstellen, voor Q College geven dus echt honderden mensen zich op via qmusic.nl. Uiteindelijk worden er ongeveer 30 uitgenodigd voor een stemtest. Jij zat daarbij. Nou was die stemtest een beetje een stressvolle situatie voor jou. Maar je bent er wel doorheen gekomen. Want ik heb jou opgebeld dat je een van de 5 finalisten was. En toen begon in november vorig jaar begonnen de collegedagen. Hoe waren die? Nou, je moet natuurlijk weten. In mijn groep van Q College was er nog iemand die ongeveer geen ervaring had. En dan waren er 3 met vrij veel ervaring. Dus hij te Sander. Sander en ik zaten als van eigenlijk hebben we geen idee. We komen gewoon. Wat staat er allemaal nog in jouw notitieblokje van Q College? Nou, de eerste dag was dus vooral de uitleg over wat Q precies is en de marketing en case Q is good for you. Wat betekent Q voor jou? En vervolgens, wat gaan we bij ons 10-jarig bestaan doen? Dus hier heb ik ook daadwerkelijk over nagedacht. Wacht even, jij hebt gewoon vorig jaar bij Q College al nagedacht als opdracht tijdens de lessen wat we moeten gaan doen met 10 jaar Q. Jazeker. Terugblikken naar items van 10 jaar geleden en spellen van 10 jaar geleden nogmaals uitvoeren. Terugblikken naar items van 10 jaar geleden? Maar we zijn herinneringen aan het ophalen. Dat is precies wat we aan het doen zijn. Nou, dat is waar. Eigenlijk is dit gewoon mijn idee geweest, Marieke. Heb jij eigenlijk nog tips voor mensen die zich voor dit jaar willen opgeven voor Q College? Schroom niet en gewoon doen. Ook als je geen ervaring hebt. Je kan het gewoon proberen. Dus ik zou het daarom ook gewoon doen. Je leert er heel veel van. Dus. Ja, als je onderdeel wil worden van de volgende 10 jaar Q Music, kun je dus opgeven voor Q College. Doe je via qmusic.nl. Chantal, we staan in de studio van jouw omroep. Ja. Is misschien wel het moment dat jij even nog radio maakt. Zal ik dan even een nummer instarten? Heel graag. Ja, zou ik het doen? Nou, dat ging al soepel, toch? Battlefield Jordan Sparks. Altijd fijn. En ik crashte niet eens het intro. Ja, ja. Hey. Zie er gaan. Zie er gaan. Zo soepel, zo soepel. En dan gewoon gaan op die foute party. Nog 1 ding. Ja? Ik weet dat jij op de foute party van 2012 niet kon drinken. Nee, dat klopt. Jij was de Bob. Ik was inderdaad de Bob. En dus heb ik wodka mee. Yes! Het ruikt naar nagellak, je mover. En dan weet je dat het goede wodka is. 10 jaar Q. Good for thanks. You. Oh, thanks to you. Thanks to you. Q Music. Q is good for you.